Pestvogels en een roze spreeuw op Tessel gesignaleerd. Net als andere jaren zijn er weer pestvogels op Tessel gesignaleerd. Op verschillende plaatsen zijn ze al gezien. De eerste vogel van dit seizoen dook op nabij Park Slufteroord. Daarna volgden er vier vogels in Oude Schild en zelfs veertien vogels in de Koksdorp. Volgens kenners zullen er nog wel meer vogels tessel aandoen. Opvallend is. Dat de pestvogels dit jaar vroeg in Nederland arriveren. Normaal is dat begin van de winter, zo eind november of pas in december. Het lijkt erop dat er in Scandinavië, waar ze vandaan komen, voedseltekort is. Daardoor zijn ze een aantal weken vroeger in Nederland. Pestvogels leven van bessen, die ze bij ons nog genoeg kunnen vinden. In oude Schild werd op 20 oktober ook een roze spreuw ontdekt. Ook dit is, net als de Pestvogels, een zeldzame verschijning. Roze spreuwen zien we hooguit een enkele keer per jaar. Dit voorjaar was er toevallig ook alleen op het eiland. De vogel die op 20 oktober werd gezien, was een jonge vogel. Daarom is er nog weinig roze aan te ontdekken.